supporters dus wandelen gezellig mee. De gasprieten van de arena op. Een leuk origineel gebaar van Ajax. Hier is Cambuur met de eerste aanval van betekenis. Rosheuvel, ook Betje niet, maar daar bijna het doelpunt. Wat een kans voor Van der Streek. Bazoer. Hij zet nu de versnelling erop en die is niet meer te achterhalen. Bazoer gaat het 16 meter gebied in, moet het zelf doen en stuit op Nienhuis. Kiesna. Bazoer. Sinkgraaf. Sinkgraaf met de voorzet daar, de kopstoot. Recht in de handen van Nina, de kopstoot van El Ghazi. Eindelijk wat aanvallende acties van de Amsterdammers. Vrij trap is van de Ridder. Koude mogelijkheid nu voor Ajax wellicht met een mooie slalom van El Ghazi langs Vierman. Overtreding gemaakt door de Ridder en nu wel de eerste gele kaart van de wedstrijd. Voor de oude Ajax. Hier is Cambuur weg, Andrius Kevicius. Ook Petje binnenkant voet hard tegen Veldman aangeschoten. Daar is het de lucht even uit van de streek. El Makrini. El Makrini met de voorzet en de kopbal van Rosheuvel. Vier man staan daar in het 16 meter gebied van Cambuur. Heine. Dit is niet zo slim van de Ridder. Met geel op zak maakt hij een bewuste hensbal. Ja. Ik denk dat Kamphuis hier mild gaat zijn voor de Ridder gezien het karakter van de wedstrijd. Maar eigenlijk zou hij hem een tweede gele kaart moeten geven. Fischer vraagt erom, dat is natuurlijk ook niet chique en netjes. De Ridder weet het op het moment dat hij de bal half aan het vangen is. Oh, wat heb ik nou gedaan? Vrij schop van Sinkgraven. Dat scheelt niet heel veel. Zijn Rero naar 4 geven. Kiesna. Individuele actie van Kiesna en dan is daar het doelpunt van Fischer. Een goede individuele actie van Ricardo Kiesna. Beide gebeurt in het eerste uur in de Amsterdam Arena. Dit is een mooi moment van Kiesna. De loopactie van Fischer is er een van de rechte spits. Die tikt hem van dichtbij en dan binnen. Strakke, goede voorzet van Kiesna. Hier zit vaart in deze aanval van Ajax. Fischer, randje buitenspel, mag door. En de goal opnieuw van Fischer. Beste aanval van de hele wedstrijd. 4 minuten na de eerste treffer is hier nummer 2 voor Victor Fischer en voor Ajax. Even leek bijna de situatie te kunnen redden, maar daar is dan toch de uithaal van Fischer. En via het been van de Nienhuis verdubbelt Ajax de voorsprong. Andrius Kevicius. Veldman krijgt de bal op de linkerarm. Scheidsrechter ziet dat anders. De vraag is of die claim van Cambuur voor een penalty een terechte claim is. Dat is het zeker. Hij krijgt hem op zijn bovenarm. Tette probeert op deze manier tot de frustratie van El Makrini. Die heeft geel op zak. Dat realiseert Kamphuis zich nu ook. En nu wil de wedstrijd toch maar met 11-11 eindigen. Hij greep in eerste instantie naar de borstzak, de scheidsrechter. Maar in de loop daar naartoe bedacht hij zich. Hij had hem hier recht kunnen geven. Schöne. En daar de geweldige kans voor Sigtorsson. Mooi zand dan met de trap naar Schöne. Sigtorsson bediend door de Deen. Komt niet tot een uithaal. Kiesna. Andersen. Viergever. Sigtorsson naar de eerste paal. Daar de ruimte voor Schöne om het af te ronden. Goeie reflex zeg nog van Nienhuis. Prachtige redding van de doelman van Cambuur.
als die marge nog groter wordt, dan zou het op basis van de eerste helft een beetje geflanteerd zijn. Schöne meldt zich. Nienhuis, nu wel kansloos. Mooie vrije trap van Schöne. En toch 3-0. De belangrijkste speler daar bankzitter dit seizoen, Lasse Schöne. Maar hier haalt hij toch even op fraaie wijze sportieve revanche. Wat beter allemaal dus van de kant van de Amsterdammers in de tweede helft.